Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Daar is Sil, hier ben ik, hey. En we zijn onderweg naar het park, want we gaan een paar dope Pokémon vangen. Jawel mensen, dit is inmiddels dag 3 en we zijn enorm verslaafd. Het slaat gewoon helemaal nergens op, het gaat ook nergens meer over gewoon. Alle Pokémon's hier zijn enorm hoog qua level, en, maar ja, wij doen aardig mee. Hey, onze gym is weg. Is onze gym weg? Ai. Hier is dus een gym, maar ik zie daar achter mensen zitten. Dus het kan zomaar zijn dat hun die hebben overgenomen. In ieder geval, ik denk dat wij weer een poging doen hier. De gym even te pakken. We zijn vandaag op de fiets, dus dat betekent dat we meer pokestops kunnen pakken. Ja. Investment, so that's why we need the samples first. Iemand denkt, we hebben tijd om te bellen hier. En I see the... Eentje vindt business belangrijker dan Pokémon's vangen. Hé, hey, scheid, deze man reed gewoon over het gras. Rom en Eevee. Ja, die kunnen we niet vinden joh, die is ergens hier, maar ja, waar? We rijden gewoon naar het parkje toe daarachter. Even serieus, onze Poketour is nog niet 10 minuten bezig en kijk waar we zijn. Iemand gaat er naar links. Rij er maar gewoon achteraan. Wee. Dit bedoel ik, we zitten gewoon echt in the middle of nowhere, gewoon van de weg af. Maar ja, je zou denken eigenlijk dat als je op zo'n plaatsen bent en heel veel moeite doet om die Pokémon hier te vangen, dat ze wel iets vet zouden neerzetten. Maar het enige wat we zien zijn Rattata's en Pidgeys. Of zelfs dat niet meer gewoon nu. Dus we gaan even terug naar die grote weg. Misschien vinden we daar meer. Ja, en dan komt een 10 kilometer eitje uit. Oh. En de laatste tijd heeft dat veel goeds opgeleverd. Dus... Ik ken niet, jongen. Ah, oh, yes! Oh, shit! Welk level? Oh, fuck. Zeker laag. Dat is 300. Ik kan niet klagen. Nee, dus zeker niet. Kom op. Yes. Ja, kom op, mijn ei komt ook bijna uit te moeten gaan. Naar achterin. We hebben hier op een verlaten gebied even een pokestop gemaakt. Letterlijk, want deze man die wil niet fietsen en roken tegelijk. Dat vertikt hij. Ik heb zoiets van ja, we fietsen en dan roken we tegelijk. Want we kunnen ook nog eieren uitbroeden. Ja. Maar waarom ben je nou waarom ben je niet op pad? Nee, dat doe ik niet. Oh ja, jij hebt pijn aan je billen van het zadel, hè? Ja, ik eigenlijk ook wel. Maar... Ja jongens, ik heb net echt een dikke Weepinbel gevangen. En ik ben een level up zo te zien. De jongens zijn nog steeds aan het zoeken naar, naar de Weepinbel die ik net heb gevangen. Mijn was level 450, dus we zijn echt goed bezig. Zoals jullie zien ben ik inmiddels level 13. Ik heb geen Pokémon. Ah nee, echt? Hij staat hier gewoon naar mij blij te kijken. Hey, ga snel naar die Pokestop daar en dan kom dan terug. Hoi, 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 hoi. Blijf te kijken daar, hoor. Kan je niet nog een keer? Nee, ik kan niks. Welk level heb je? 117 nog. Maar geen pokeballs. Dat moet sowieso weg. Shit, man. Heb je hem, Sil? Fucking! Blijf hangen! Dit zijn nu mijn top Pokémons. Weepinbel staat er ook mooi tussen, zie ik. Ik heb echt veel gevangen, maar ik ga wachten tot vanavond. En dan ga ik ze allemaal evalueren. Zet ik mijn Lucky Egg aan en krijg ik superveel XP, hoop ik. Nee, hè? Lukt niet, hè? Oh. Jongens, ga weg, dit is mijn spot. Ga weg, ga weg, ga weg. Blijf maar lekker daar, ja. Hé, hey, dit is een goede spot hier, hoor. Ja, ik zag het net. Hier was net ook al Belsproot. Ja, ik heb Weepinbel 450 hier gevangen. 450? Gastly, Drowsy, allemaal hier. Ja, weet ik. Zonder te lopen. We hebben net een lure aangezet bij deze pokestop. En ik ben heel benieuwd hoeveel mensen hierop af gaan komen. Want het is wel populair hier, vooral in dit dorpje. Ze zitten even te wachten op goede Pokémon. Ik zie al een Weedle hier. Ja, ja, daar komen de eerste twee aan. Ja, ja. Evolve. Mijn level up is gewoon bukt, hè. Ik ben erg benieuwd hoeveel die wordt nu. 20 great balls, oh jee.
Oh, Raichu staat daar. 415. Dan komt de derde groepje aan. De ambulance komt ook. Ja, ja, deze kwam ook sneaky even voorbij. Wow, we hebben echt honger gekregen van dat hunt, hè. Dus hier mijn cheeseburger met bacon. Nog een cheeseburger van Sil, krijsende kinderen. Kip, of wat is dat? Friet met saté en mayo. En frietje met mayo van mij. Smakelijk! Wij zijn weer terug bij Sil. We zitten even in de tuin nog bij te komen eigenlijk van alle voetstappen die we hebben gemaakt. Ik ga zo naar huis, dus ik ga hier voor jullie ook de vlog afsluiten. Een korte, maar zakelijke vlog. Heb ik een lach op je gezicht getoverd gedurende deze vlog. Sowieso even abonneren, een like zou ook fijn zijn. Of mooi meegenomen, één van de twee. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Laat ook eventjes snel weten wat voor Pokémon jullie vandaag hebben gevangen. En dan zie ik jullie in de volgende vlog! Nou, dat is dom. Ik voelde dus mijn bankpasje in mijn broek zitten. Stonden we bij de balie, we hadden even snel wat drinkgeld. Dacht even snel door meteen. Heb ik dus dit pasje en dat is voor de vuilnis. Dus waarmee ik vuilnis weg kan gooien. Dat is om de container open te maken.